Dat kunnen we niet dragen. Allemaal naar Volhof. Dat kunnen we niet dragen, dat zijn zo vielen. Voor de bonus. Zo, goedemorgen allemaal. Laatste dag, Bremen, 6 dagen. Het is 8:30 s'morgens. We hadden gisteren hebben we lekker sushi gegeten. Kleertje zeg, wat had ik een dorst. Nou ja, ze zitten ook allemaal in de kleedkamer, kijk. Vonny! Ja? Zwaai even. Goed zo, jongen. Dus ja, we moesten vroeg hier zijn. Dus we moeten dadelijk 2 keer met de jeugd, tenminste met de junioren rijden. Ja, dat is niet te geloven. Alles is nog donker, dat is toch een beetje apart. Normaal ben je gewend om 's avonds te rijden. Het is een extra programmaatje. Nou, ik ben de enige die omgekleed is. De rest die zit dood te gaan in de kleine hockey. Naar de U-boot! Oké, hop. En ik heb nog een klein nieuwtje, kijk. Schumacher, die hebben het record gisteren even gevestigd. Die had 6 gangen gegeten. Kun je nagaan, dan heb je zo'n computertje voor je neus. Dan kan je 5 gerechten in toetsen. Die hebben gewoon 6 keer besteld. Zijn laatste gangetje waren 5 sorbets. Hij is al 3 keer naar de wc geweest nou. Niet te geloven, die Duitse, die kan vreten. Oh. Nou, je ziet het. Dat is even een ander gezicht. Het stadion is toch helemaal leeg? Want dat is natuurlijk gewoon iets wat de organisatie doet voor de jeugd. Dat ze ook een beetje kunnen rijden achter die Dennis. Kijk, je ziet het. Al die gasten die zijn een beetje aan het warm rijden. En nerveus natuurlijk. Dus die gaan natuurlijk dadelijk als een jekko achter die Danny rijden. Ja, dat is een heel ander gezicht. Hè? Of dat Klaus en Klaus er zijn. En er staat helemaal bomvol of er is helemaal niks. Zo, we gaan even een fotootje maken. Kijk, zitten die boys. Nou, daar gaan we. Al die grappenmakerij zeg, geesmorgens vroeg. Fotootje, toestand naar links, naar rechts. Wat een ellende, joh. Hallo! Ja. Dan moeten we allemaal met onze handen omhoog weer. Hij denkt dat een of andere Pieper de Clown Show is hier. Wij hebben ook grenzen. Pieper de Clown Show. Ja. Wij hebben ook gewoon grenzen, hè? Hey Peter, krijgen we hier extra voor betaald? Nee, moet je wel zeggen, niet om die moed hier hoeven bieten. Wordt niet naar papa schuiven. En niet naar papa vragen. Very important. There are only 2 signs. 2 words you have to say to the pacemakers. Allee, if you want to go faster. But normally you don't have to shout it because we will do the race. But if you feel good, tell us allee. If it's too fast, say early enough oh. A long oh, then we know okay it's too fast, we slow down. Okay? Only allee and oh, nothing else. Not mommy, I need help. No. Only yeah. Allee for faster or for slow. If anything happens and you lose the Danny, please stay on your line. Don't go up on the track because other Dannys are coming with high speed and follow you. So stay on your line or maybe a little bit down that the pacer can pick you up again. After the finish line, stay on your line. Then all the Danny pacers can go down and you go on the track. If slow down, okay? Ja, Vonhof, bondscoach, so, die weet het wel. We will do the drawing now. Was good? Ja. Was good. Everything good? Ja, ook met die okay, moetie. Ja, dat was het. En de moesauzagen. Alle moeties, nacht die rennen. Dat kunnen we niet dragen. Allemaal naar Vonhof. Dat kunnen we niet dragen, dat zijn zo vielen. Voor de bonus. Hey, we gaan er even een trucje uitgooien. Want die bouwlijn die denkt dat hij natuurlijk de beste is. Maar we gaan het even zo doen. Erik gaat boven hem rijden. En dan roept hij, we hebben net tegen die gasten gezegd dat je allee, dus allee roepen of ho. Oké, dan gaat Schoefs te boven rijden en dan roept hij, allee, allee, allee. Ja, ik heb... En dan rijdt hij daar 4 rondes zonder rennen, let maar op. Ik heb mijn strak broekje aan gedaan, dus mijn stemmetje gaat wel een beetje piepen. Dus dat komt wel goed. Dus we gaan even kijken of of Prins Bernhard er even intuint. Ik ben benieuwd. Waar zit die pollen? Ja? Oké, jongens, komt hij weer. Ja. Nu. Ja, de vragen van Pollet. Hop. Wijze schoen. Oh, de zwarte schoen. Wijze schoen. Wijze schoen. Bayern München of FC Keulen? FC Keulen. Conago of Specialized? Conago. Kenny de Ketelen
of tombonen? Oh, sorry Kenny, tombonen. Nog één. Bremen 6 dagen of Oktoberfest? Bremen 6 dagen. Dank je. Witte. En Dubai? Michael had gezegd, Dubai is in Delft in Rotterdam. Want daar een rennen is. Schauen wir mal, gucken wir mal, hè? Okay. Zit hij goed zo? Ja, hij moet kijken. Entscheidende Frage. Oh. Vorteil für. Ja, draai met je hoofd. Die hebben een deutliche Vorteil. Ja, ja. Oh, ja. Goed? Oké. Okay. Dat wird sie sich nicht nehmen lassen, der Silvio Schneider. Ja. Wie schnell fährt ihr? 61. Ah, dann kommt hier, Zucker. Hier können wir 65, 70. Nicht schneller. Aber können die schneller? Durchfeuern. 80. Dat je nog zou komen. Poh, dat was echt snel. Heiden, die kan dat. Want die van mij had één keer hoog geroepen. Ja? Ja, ja, ja. Maar dat kwam omdat hij zat voor mij en wij moesten eigenlijk nog een gat dichtrijden. Maar het ging eigenlijk vrij snel. En Havik zat eigenlijk heel makkelijk. Ik denk, nou, dat ken hij ook wel. Maar dan zie je die oude Stijn, is toch wat, nou, wat zwaardere jongen en geen souplesse. Maar hij zat nog achter drie man. En ik zat op kop en moest nog 5-6 ronden. Ja, dan rij je nooit meer dicht, maar die Heine, het was Heine toch? Ja, maar die kan dat. Die kan dat. Ik rij met Heine, grijp aan, denk, ik kom nog aan het schluss. En du denkst, die kan niet meer, geh weer weg. En dan denk ik zu Heine, jetzt musst du gehen. Nog einmal volle pak, en dan had dat geklappt. Ik denk, we rijden nog rond, zo hard ging het. Ja, dat was zo snel aan het schluss. Die jassen kunnen we toch hier laten halen? Natuurlijk. Ja, het kan alles hier blijven, het is nu niet aan. En die, alleen die gaan nou de... Ja, jij gooit die erin? Ja. Oké, okay, hier. Ja, ja, ja. Ja, dan pakken we hier de spullen. Ja, drinken we een klein rood wijntje? Ja, ja, ja. Even een rood wijntje drinken. Ja, maar we hebben geen haast. Ik ben gepensioneerd, Peter. Gepensioneerd. Nog 2 stunden concert. Pensionara. Het is nog 2 stunden concert. Wat denk je?
Wat denk je toen ik werkte? Gewoon 2 uur s'nachts je nest uit en dan gewoon 3:15 gewoon eventjes in je zaak staan. Moet ik helemaal niet meer aan denken. Dan zeg nog aan het slot, wat denkst du van die 6 dagen? Is dat top hier in Bremen? Ja, dat is perfect. Echt perfect. Ja. Ja. Zo, is dit lekker? Ik heb even een deurtje opengezet, lekker aangekleed. Nu gaat eigenlijk even de finale beginnen en wat ik al zei in de kleedkamer is zo lekker dat je gewoon lekker geen druk erop, niet meer s'nachts gelijk naar huis rijden, geen toestanden, gewoon morgenochtend even ontbijten met die jongens, nog even lachen en dan gewoon relaxed. Word je ouder van denk ik, hoop ik. Lekker terug naar mijn meisje, even naar die gasten. Michael is lekker terug uit vakantie. Nicky is zwanger en die gaan we ook even lekker verwennen. Dus dat gaan we allemaal even verzorgen thuis weer, helemaal top. Even lekker kroelen met die cocker spaniel van me. Gaat er toch stiekem nog een hond bij kopen. Leuk man. Leuk dieren. Ja, waarschijnlijk. Ja, het leven kan mooi zijn. Je moet ervan genieten. Ja. Je moet alleen een beetje nadenken wat je doet. Dat is wel belangrijk. Ja. Dat doen we toch nog een beetje te weinig. Oké, dus ik blijf nog even zitten hier. Want Bouwlijn die komt zo terug. En dan gaan we naar boven. En dan gaan we even de finale even... Even vloggen, even kijken of we nog wel wat van die renners kunnen spreken. Godkeleerde, wat was die vlog gisteren leuk man. Jongen, jongen, we hebben echt in die kleedkamer zitten lachen zeg. Jongen, jongen, Tim van den Werk heeft er al van gemaakt. Jongen, jongen, mijn broer gaf me zelfs een bericht van... hilarisch, we gaan je aannemen. Ik kom misschien weer in vaste dienst, leuk. Nou, oké, gas erop, hop hop. Ik ga naar het middenterrein en ik neem je mee. Kijk, de 3 missen die hebben we net even gemist in de Danny race, maar ik heb ze gewoon even alle 3 voor mezelf. Dus zeg even een dag allemaal naar Holland. Hoi! Hoppa! Kijk, zie je? Die gaan mee naar huis. Oké. Is dat wat? Kom even een partij ellende naar beneden. Nou. Geen sneeuwbanden bij me. Geen sneeuwkettingen. Kleertje zeg. Nee, dat wordt wat. Er ligt nou al 5 centimeter. Zo, we gaan lekker slapen zeg. Tegen Bouwlijn gezegd, tegen Prins Bernhard. Ik zeg, hey Pik, ga even naar het toilet. We zijn gelijk de wagen ingevlucht. En gelijk naar het hotel gegaan. Ik dacht, dat gaat niet goed komen. Ja, het was wel een wereld. Even 4 werelddagies. Dat was helemaal top. Dat was echt superleuk. We zijn bij het hotel. Ik weet niet of het zo hilarisch was als gisteren. Ik heb mijn best weer gedaan. En nou gaat het, hallo. Iedereen zegt hallo. Ik zeg dan, dus we gaan lekker naar het kamertje. Lekker slapen. En ja, dan gaat het weer een tijd duren jongens, voordat er weer een vlogje komt. Nou ben we wel van plan om even een keertje, als we naar Spanje gaan, om daar eens even een dagje te laten zien wat we daar uitspoken. Dus dat is wel heel leuk. Nou, de bar is nog open, maar helaas niet voor mij. Ik heb het even gezien. Het was me weer een voorrecht. Superleuk. Gekkigheid. Wat nog meer allemaal. Mensen in de maling nemen. Leuk. Nee, tof. Oké. Dit was hem. Hop op. Lekker slapen. En weer morgen vroeg op. En blijf gezond jongens. Dat is belangrijk. Denk aan jezelf. Denk aan een ander. Heb het goed voor met andere mensen. Dan ga je jezelf een beter mens voelen. Superleuk. De mazzel. Doei doei. Goedenacht. Freunde, ja? Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.